Ja, Ab, die kende ik als een keurige, nette, goede gozer, op z'n Hollands gezegd. En die, die helaas overleden is. En ik stapte gisteren net even mijn bed, ik nog even naar het nieuws te kijken. En toen kwam mijn vrouw boven stormen en zei, Ab is overleden. Ik zei, Gedver, 71 jaar. Had niet nodig geweest om voor mij al 100 mogen worden. Maar dat is de realiteit van ons leven. En ik heb dus Ab de laatste jaar run het oog verloren, want zijn weg en mijn weg die kruisen elkaar niet. En dan ten goede bedoeld hoor, dus niet slecht. Ab is een hele fijne jongen altijd geweest. En Ab, ik heb net even een dingetje afgedrukt. Dat hij dus in december zijn eerste wedstrijd speelde in 1959 voor Feyenoord. En dat was net in het jaar dat ik daar een paar maanden aanwezig was. Dus we hebben elkaar eigenlijk een beetje ondersteund in de beginperiode. En hij heeft nog 3 wedstrijden gespeeld in het eerste team, lees ik ook weer hier. En daarna heeft hij dus eigenlijk op de bank gezeten en in tweede gespeeld. Dus, maar het was een nette voetballer. Eigenlijk was hij te netjes. Maar hij had toch wel behoorlijke kwaliteiten. En ik denk dat de trainers het toen niet zo in hem zagen, want anders had hij wel langer in het eerste gestaan. Maar verder was hij een fantastische kerel.